Dag en welkom bij het FNV-journaal van vrijdag 29 april. Tuur Elsinga is vandaag de gast in de studio en ik blik met hem terug op de afgelopen week. En we kijken ook nog even vooruit naar de activiteiten van vandaag. Tuur, fijn dat je hier kunt zijn. Je hebt altijd al een volle agenda, maar deze week was natuurlijk extra vol. Dus ik ga het je toch vragen, wat was voor jou een bijzonder moment deze week? Heel veel verschillende dingen heb ik gedaan. Dat is natuurlijk ook het leuke van zo'n week van de vakbond. Hè? Ja. Dat je echt op allerlei plekken met verschillende sectoren en hele verschillende activiteiten in aanraking komt. Gisteren vond ik wel een bijzondere dag. Ik was eerst op werkbezoek bij het GVB in Amsterdam. In gesprek met kaderleden. Tussendoor nog even media, hè. Onder andere RTL die me voor de camera wilde hebben, naar aanleiding van het interview in Trouw gisteren. Ja. Daarna de speech bij Workers Memorial Day. Ik heb mijn lintje nog op zitten. Ja, ik zag het. Natuurlijk minder, dat is minder opwekkend, want het gaat dan om meer dan 4000 mensen die elk jaar ook in Nederland weer omkomen als gevolg van hun werk. Door arbeidsongevallen of door beroepsziekten. En jaarlijks wereldwijd meer dan 2 miljoen, 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers vorig jaar als gevolg van werk. Vandaar ook de International Workers Memorial Day. Daarna nog bij de senioren in Alkmaar langs geweest, waarbij we samen ook solidariteit hebben betuigd met mensen in Oekraïne. Dus heel divers. Ja, nou, en dan heb je toch nog tijd om hier te komen. Hey, want zondag is natuurlijk 1 mei, hè, Dag van de Arbeid. Die is in 1890 ooit ingevoerd voor een 8-urige werkdag. Ja. Hebben we die nog wel nodig, 1 mei? Nou ja, zeker. Er valt elke keer weer voor nieuwe zaken te strijden. Maar ook helaas soms nog te knokken voor dingen waarvan we dachten dat we ze ooit geregeld hadden. Hè, zoals die 8-urige werkdag. Dat ging toen wel natuurlijk nog over 6 werkdagen in de week. Ja. Hè, maar ook die 8-urige werkdag is voor heel veel mensen helemaal geen realiteit meer. Want we hebben natuurlijk een enorme flexibilisering gehad. Ook flexibilisering van werktijden. Waardoor mensen nu ook gevraagd kunnen worden om veel langer paraat te zijn. Hè, altijd maar klaar te staan in oproepcontracten, 0-urencontracten. Terwijl je niet weet welke zekerheid je hebt. Of ook zonder toeslagen die we daarvoor wel ooit geregeld hadden. Op zondag gewoon maar door te moeten werken. Ook de arbeidstijdenwet is enorm opgerekt. Dus we moeten zelfs voor dingen die we al ooit bevochten hadden, toch nog steeds gewoon strijdbaar zijn en blijven als vakbeweging. En het gaat natuurlijk op heel veel terreinen wel goed. Ja, ik had ook al begrepen dat we een paar keer ook al de zaterdagtoeslag hadden moeten weten te behouden, hè, voor medewerkers. Zeker, zeker. En dat is natuurlijk, we regelen heel veel van dat soort toeslagen, zeker aan de CO-tafel. En dan zien we natuurlijk overal daar. Waar we sterk zijn, daar weten we gewoon betere CEO's af te spreken, betere arbeidsvoorwaarden voor onze mensen te regelen. Maar er zijn ook nog steeds sectoren waar we echt nog sterker moeten worden om ook daar goede afspraken te kunnen maken. En dus blijft arbeidersstrijd en dus ook 1 mei altijd relevant. Ja, en als je het hebt over sterk worden, heb je het ook echt over leden, hè? Dus die we daar dan hebben. Ja, we hebben gewoon, als het even kan, meer leden nodig. Dus iedereen die nu ook kijkt, wordt lid als je dat nog niet bent. Hè? Ja, en de Week van de Vakbond vaker wat jou betreft? Ja, het is een mooie aanloop naar 1 mei. Het is natuurlijk voor het eerst dat we dit jaar de Week van de Vakbond organiseren. En ik vind het eerlijk gezegd voor herhaling vatbaar. Omdat je gewoon in allerlei sectoren kunt laten zien waar we voor staan. En dat bij elkaar kan brengen. Het is een mooie aanloop naar 1 mei toe. En wat is er vandaag allemaal te doen? Zo zijn we in Amsterdam bij distributiecentra, woonwinkels en bouwmarkten. En hebben we ontbijt- en lunchbijeenkomsten bij de RET in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En niet vergeten, 1 mei, Dag van de Arbeid in Utrecht. Kijk voor alle activiteiten en alle informatie op fnv.nl/Week van de Vakbond. Dankjewel voor het kijken.